Hey hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag spelen wij Resident Evil 7 in de Halloween Horror Week. En ik ben heel erg benieuwd naar deze game. Het is een game natuurlijk vol horror, maar het is de eerste keer dat we als Resident Evil game spelen in first person. Dat maakt het natuurlijk nog spannender en nog enger, denk ik. Laten we niet wachten en gelijk de game induiken. Dus ik zie jullie gewoon na de intro. Just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye. Waarom heeft hij bloed aan zijn armen? En dan zijn we dan. We zitten gelijk midden in de game, joh. Yo. Oh, dit is zij ook. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this. Stay away. Maar hij is zeker wel gegaan. Ja, we kunnen ook gewoon zelf wegblijven. Hallo? Oh? Hey, it's Ethan. It's Ethan. You alright? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead. She's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. And maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dat wilde ze helemaal niet. Dolby, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Gaat ik nu alweer beginnen als ze in die auto zitten? Denk je zo'n jumpscare? Look Kijk around. Maar. Ik hoef niet te rijden, toch? Nee. Je hoeft niet te kijken naar de weg, joh. Je kan gewoon om je heen kijken, joh. Dat een boompje aan. Als ik nou gewoon de hele tijd zo rijd. Ah, hij zet hem al stil. Hij vertrouwt je niet. Het ziet er wel heel mistig uit, als ik heel eerlijk ben. Ja, ze zijn die ruiten. Die ruiten zijn gewoon goor. Gewoon... Kijk dan. This is the place. En we zijn begonnen, maar kijk. Normaal als het donker is, is het veel erger, joh. Ja. Oh, een horrorhuis. Waar is de map? Mia. Ah, zo kan je de... De chest, hoe heet dat die ding? De objective. Probeer altijd van die moeilijke woorden te gebruiken, maar het lukt niet altijd. En dan moet je gewoon kappen. Nog een keer. Maar één keertje dan. Hij is dicht. Dan denk ik dat we dit mooie pad maar eens gaan volgen. Oh. Een auto. Niet dat hier toevallig een camera ligt of zo, dat er weer. Ik weet het niet, maar ik vind dit first person altijd veel enger dan. Oh. Moet deze gaan open. Ik dacht, ik kan alleen even sturen. Wat is zo'n mooi boekje. Join us. Join us. Oh, niet zo sect of zo, toch? Ja, ik denk het wel. De boterhammen zijn allemaal op. Accept her gift. Naar boven of zo?
denk gewoon hierdoor. Oh, hier, oh. Het zag er heel erg... Klote muggen. Ik weet niet of we mogen gezien worden of niet. Dat weet ik ook niet. Maar buk jij nou zelf of gaat hij automatisch? Ja, ik buk zelf. Je hebt al die controls al gevonden, joh. Ja, het is gewoon bijna altijd zo. Maar waar is die man nu? Ja, we moeten hem denk ik achterna, want je kan nergens heen verder. Maar waar is hij nou heen gegaan? Van die kant. Van hier naar rechts? Ja. Oh. Joho. Maar wat ligt daar dan? Waar zaten ze op? Ja, ik weet het ook niet. Oh, raar iets. Oh, daar allemaal benen, joh. Iets. Oké, heel raar. Kijk, allemaal lichaamsdelen. Koeienlichaamsdelen zijn het, ja, joh. Ja, koeien, joh. Stier. Oh, hier krijg je vast te leren hoe je moet crouchen, maar ik had het al niet. Ja, dat gevonden. En ook hoe je weer moet staan. Maar dat betekent dus dat je die wel moet gebruiken. Ook de controletje trilt ook lekker mee, hè? Ja. Is het wel zo slim om dit huis in te gaan? Maar ja, aan de ene kant met die horror spellen moet je altijd wel. Je moet wel. Nou, laten we maar gaan. Heb je wel eens Resident Evil gespeeld? Gewoon een überhaupt een deel? Nee, hè? Nee. Je moet allemaal puzzeltjes zeg maar oplossen. Om elke keer verder te komen in het huis. Dus dat gaan we zo beleven allemaal, denk ik. Eerst aaien je de deur nog even een paar keer. Hij is dicht. Met mijn gedachten doe ik hem open. Hoorde je dat? Ja, ik hoorde het. Mijn rechteroor. We zullen deze kant. Oh ja, kijk, dit is dus je inventory. Dus je kan niet zo heel veel bij je hebben, maar als het goed is kan je ook allemaal dingetjes vinden, bijvoorbeeld tasjes of zo, weet je wel. Waardoor je inventory steeds groter wordt. Lekker dicht dan. Even netjes uit. Ja, weet je. Dus krijgen ze straks een grote rekening. Dan moet ik kraaien in één keer. Kunnen we niet iets oppakken? Een mes of zo? Yo, kijk dan. Fuck! Fuck! Stoelen mee. Ik maak wel heel veel geluid. Over 20 missing in 2 years. Hmm. Oh ja, wat we ook moeten vinden in het spel altijd, zijn herpes. En herpes zijn zeg maar van die groene boompjes, blaadjes of iets, weet je wel. Dat is zeg maar je medicijn is dat. Die kan je innemen. Maar je kan bijvoorbeeld ook twee herpes met elkaar combineren, heet dat. Dus met elkaar combineren. En dan krijg je een super, super herpes, zeg maar. Ja. Maar het zijn echt meestal plantjes, staan ook in zo'n potje of zo, weet je wel. Oké, jij mag de keuze maken. Naar boven of rechtdoor? Naar boven zie ik zo'n rood lampje, hè? Ja, laat me gewoon gaan. Dat is een knop, joh. Staat op. Stairs? It's not responding. Oh ja, hier kan je altijd opslaan. Oh, de hoos is weg bij de game. Oh, dan moet ik hem opslaan, zeker, joh. Ja? Okay. Sla ik hem af en toe wel even op, joh. Zo ben ik. Derelict house footage. Oeh, stop het gelijk in mijn zakje. Check je inventory.
Oh. We krijgen al die meldingen boven in beeldje. Mag ik het kijken? Je nee, hebt de controle van je bezoeker overgenomen. Bezoeker kan weer de game bedienen. Hoe kan ik dit kijken? Ja, dan moet je denk ik zo'n televisietje vinden of zo. Ja, iets vinden, ja. Maar je hebt dus vaak van die opslagpunten, wat je net zag. En die vind je altijd een beetje in een aparte kamer normaal. Waar je ook echt veilig bent, zeg maar. Nu boven. En dan ben je ook echt veilig in zo'n kamer. En soms is daar ook zo'n kist bij, zo'n chest. En daar kan je zeg maar gewoon je spullen indroppen als je zeg maar, het niet nodig hebt om mee te nemen. Niks te pakken hier. Die man staat straks... Kunnen we geen wapentje of zo vinden? Die man staat straks echt voor je neus, denk ik. Oh, daar is de tv. Maar kijk eerst even rond. Ik weet niet of die... Is dat er of niet? Dat weet ik niet. Een beetje een halve naaktfoto. Zie je even het deurtje dicht? Kan niet meer dicht. We zijn eraan. De lul. Nee, nee. Ook wel veel klanken jij, joh. Wat tralies. Ook altijd leuk. Nou, douw dat ding er maar in. Hoppa. Derelict House, June 1. Delphi Haunted House. Haunted House? Yo. Schrik. Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Hey, daar liepen wij net ook. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Oh, je moet lopen, denk ik. Oh. Fuck. Jij bent de cameraman. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro, just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Als je met 2 extra mannen bent, is dat gelijk minder eng, hè? Ja, ik weet. Als je helemaal alleen er doorheen moet. Now let's go. Get out of the way. Oh, hij doet het wel even. Ja, let maar op. Hoppa. We zijn binnen. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? We wel goede shots nemen. Prep? Shitty house, spooky sounds. Ja. Ooh, is it haunted? Hier, kunnen mensen weten zien hoe het huis eruit ziet. How was an anchor, you know? We mooie muren. Not anchor. What's that? Een laddertje. Oh, van onderaf. What's the story, Andre? Is de onderaf techniek, joh. Een airshot. En zo kunnen we het gesprek volgen. Oh, ik kan ook weer even proberen. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. Alles staat precies hetzelfde. Pannetje staat er nog. Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the bakers. Jack and Marguerite Baker. Toen zaten er nog geen kakkelak in. Misschien hadden ze net gegeten. Zit die kraai erin, hoor. Nee. Ah, shit! En zo'n biertje. Oh. Oh shit. Glad I had my shots. Hoeveel mensen zal het echt zo vies eruit zien binnen, joh? Andre, what do you think? Andre? Andre is weg. Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Nee, want ik was in de koelkast aan het kijken. Unbelievable! It's the last
last time I worked with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Nou ben jij hem ook kwijt. Vrij weinig. Oh, nou, hij is er nog. What the fuck was that? Did you hear that? Of je deur aaien. Ik kan niet over. Oh, hij kan het wel. Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Sowieso dat hij van achter komt. Onder, joh. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Maar dit weten we voor straks dan ook, waarschijnlijk. We zijn in ditzelfde kamertje, toch? Ja. Waarom ga ik ook voorop? Ja, hij is weg. Nu. Jongen, boven gepakt. What do you see? What is it? Hij is er nog. Ja, maar laat ze kop. Ejo. Daar is die. Andre. Let maar op. Hij draait zich gewoon. Oh! Lekker aan een pijpje. Dat is zeker die man die in het bos zit, zo. Ja. Oké. Jesus. Je moet denken bij die open haard of zo deed hij iets. Oh ja. Oh, hier is een hendeltje, joh. Of dit zo slim is, weet ik niet, maar we doen het ermee. Die man zou er wel niet meer zijn. Het is zo kut nu, hè. Waarom zijn die kelders ook altijd zo erg? Nou, dat is klaar, we kunnen niet meer naar boven, dus. Damn it. We kunnen ook aan dit pijpje. Even lurken. Ah, waar kwam die vandaan? Hij kwam van... Ja, hier rechts of zo. Kan die daar vandaan? Ja. Rechts zeg maar. Hoor, die is achter ons. Maar gaan we nu misschien ondergronds. Oh. Ondergronds naar het grote huis of zo, weet je wel? Ja. Oh. Water is sowieso nooit zo fijn. We zien het einde. Yo! Zat hij daar gewoon te wachten, joh. Ja. Hey, dat is die... Dat is die Andre. Kijk die kleding, joh. Ja, dat is die Andre. Dat bruine shirt. Dit zijn de vermissingen. Zo. Ja. Hoeveel waren het? 20 of zo, toch? 30, wat zei je nou? Begin? 20 in 2 jaar. Wat een mooi wc-potje.
Heeft iemand nergens een wapentje of zo verstopt? Het is die tralies die we zagen net, op foto. Oh ja. Meer? Daar ligt ze gewoon maar gewoon op bed, of niet? Ik zag voetjes. Oh, dat won't cut it. Waarschijnlijk moeten we dan... Een schaar of zo. Ja, zo'n tang of iets. Oh, daar ligt hij daar. Ja. Kijk hier. Dead staat er allemaal op. En Mia. Turned. Oh, er zijn ook een aantal... Zombies of zo die het veranderen, denk ik, daarin. Nee, joh. Daar heb ik echt totaal geen zin in, hè. Sommige dingen, ik denk deze ook. Die kosten zeg maar 2 plekken ruimte. Kijk, zie dat in je inventory? Ja. Nou, het is wel lekker om dit ding te hebben. Ja. We kunnen ook nu helemaal terug, hè. Met die kast. In het begin. Nee, die trap is kapot. Thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy is coming. We need to go now! Nou, nu gaat het echt gebeuren. Ik ben echt bang, hè. Nu gaat het echt gebeuren. Ik zit ook helemaal... Ik raak ook altijd in de stress als ik moet wegrennen of zo. Ik zit ook helemaal klaar voor. Baby, you've been gone for 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? Nee, ik zo'n armpie zo hier, links. Ja, dat is zo dat hout gewoon... Wat is ze aan het doen, joh? Zo. Ze staat nu al gebukt, joh. 3 jaar geleden, zegt ze. What do you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Hoe lang blijft ze staan? Ik kan niet zo schaal pakken. Ik wil iets van een wapen hebben, iets waarmee ik me kan verdedigen. Ja, die zou je denk ik pas straks later krijgen, joh. Mia, we have to talk. That message you sent me. Moet wel, want die andere delen heb je ook altijd wapens. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Waarom maak je zo klankie, joh, met die blikjes? En glijden. Je moet wel heel slank zijn, hoor. Oh, dit vind ik zo eng, hè. Zweethandjes. En denk je dat die open gaat? Dus die verraadt ze ons wel, omdat ze helemaal bij die secte hoort nu. I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. It's gone. Ze wordt gek. We're gonna be a family. Now that you're here. Zie je? Ze verraadt ons, joh. We kunnen een familie worden, nou je hier bent. Eeuw. En wat is dat, joh? Wat is dat voor omaatje, joh? Wat doet zij? Ja, ik denk dat je alleen door... Oh, nee. We gotta get out of here. Just stay here, alright? I'm gonna have a look around. Ja hoor, alleen. Ding, kijk. Kijk, een pop. Oh. Kan ik ook nog gewoon terug. Waarom ben je ook gegaan, joh? Waarom ben je ook haar gaan halen? Wat is dat voor dom iets, joh?
Hé, dat is zij joh. Een voodoo pop. Mia? Daar is die deur dus. Even kijken, hier kan je niet weg. Ze zei in het begin, hè. In die video zei ze van, ja, ik ben helemaal klaar met dat babysitter gedoe. Dat meisje die je net op de plankje zag, weet je wel. Ja. Zal die er ook mee te maken hebben? Maar het is eigenlijk babysitter, toch? Ja, ik weet het niet, joh. Ik ben weer helemaal een ding aan het nadenken. Het is ook chill om achterna te gaan, maar... En we zijn in het huis, denk ik. Oh ja, dat is een map. Nee joh. Ja, en nu? Living, backdoor. Gaan we naar de bathroom? Wat zie je links? Op mijn hart, hè. Die kan dus niet die in. Die kan niet in. Hebben ze hier geen schaar of zo? Oh kijk, first aid. Oh, dat is een goeie. Nog meer joh. Hoppa. Dat 3D geluid ook. Die is dicht. En we moeten echt daarheen ook, hè. Nou, gewoon weer terug. Moeten we daar echt in? Ja, ik weet niet, wat zie je? Ligt dat in? Dan mag gewoon gaan. Zoek. Nee, joh. Wat is dit? Yo! Dat is zij, of niet? Wat is ze van één keer veranderd, joh? Zo! Oh. Hoeveel kracht heb ze, joh? Doe die deur dicht! Oh, joh. Ze gaat ontsteken, joh! Resist, resist! Oh! Ah. In dat handje ook, joh! Rechts twee, joh. Helemaal hier naartoe gekomen voor dit, joh. Pak dat mesje, joh. Snijd dat keeltje door! Ik had er lang afgemaakt, joh. Laat het zelf maar afmaken dan. Ja, nu dat keeltje poosjes doorsnijden. Ja. Wel mooi schoentje. Waar is haar mes? First aid. Oké, die knop moet je onthouden. Die moet je niet te vaak doen. Want als je hem nu nog een keer doet, dan ben je hem kwijt. Wat is dit? Ja, dat is die resist, toch? Nee, L1 D. Ze is er weer. Hoppa. Hoppa. Oh, nice! Oh. Ah. En snij je maar! I can never leave.
Hoppa! Ik had een lange kopje eraf gehakt. Ja, natuurlijk verandert ze nu en ja. Dan lijkt het alsof we haar hebben vermoord. Ik had een lange kopje er helemaal afgehakt, joh. Misschien ja, verandert ze nu wel. Precies bij de Bijbel gewoon of zo. Ja. Maar misschien teunt ze nu wel. Ik wil dat niet weer pakken. Telefoon ook nog. Waar? Maar die was op de gang net. Ja, ik zou nu die first aid, want ik zie al bloed. Ja, doe gewoon. Right, lekker. Kijk, is dat daar? Hallo? Oh, ik heb me niet gepakt. Hallo? You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? Zoe? Now. Misschien zat die oma in die rolstoel wel. Wat is een attic? Ik denk die kant op een deurtje gaat open. Zou helemaal hier links omheen zijn, ja. Maar misschien op de map kijken. Kijk eens op de map. Daar dus. Oh, helemaal omhoog. Dus we moeten rechtdoor. Niet het deurtje in, maar gelijk links en dan naar boven. Dus niet hier. Oh, daar is de trap gewoon verder doen. Oh, gelijk naar de attic. Ja. Is dit het of niet? Nee. Oh, je kan nog verder omhoog. Oh, je moet op die knop drukken. Ja, we moeten nog. Ik wil even opslaan, ja. Ja, moet jij even opslaan, ja. Hey, hoe vaak ga ik heen en weer? Ja, dat elke keer dan gaat hij weer terug naar het spel en dan weer. Maar even wachten, wacht. Ja, ik kan wel. Ja. Ligt hier ook niet iets? Die meldingen boven die blijven gaan altijd na opslaan, joh. Maar je moet die knop drukken, denk ik, en dan gaat er een trap, komt een trap naar beneden. Een knop. En, ja, hier die. Oh, hier. Not responding. Oh, dan moeten we dat denk ik eerst fixen, joh. Hoe kunnen we dat fixen? Ja, in het huis. Restore the power to the stairs. Oh. Eentje terug, even kijken. Waar moeten we dan heen? Hidden passage. Ja, dat weet je dus nooit. Dat is het probleem. Nu moet je gewoon een beetje gaan zoeken in het huis. Helemaal onder. De storage. Helemaal beneden, kijk dan. Moeten we echt naar de storage? Nee, dat is denk ik niet, ik weet niet. Storeroom, surgical areas, cell. Die cell, oh nee, daar is komen we vandaan. Ja. Maar, als het dan bij die storage is, dan is het gewoon dat ene trapje naar beneden waar we haar net gek zagen doen. Ja. Dan kom je daar bij die storage. Misschien is het daar wel. Ja, ik weet niet of het ergens hier misschien kan zijn. Maar dit is zo'n open ruimte, dat durf ik niet. Ook alles ziet hetzelfde eruit. Ik heb niks zeker. Dat beltje, waarom konden we dat beltje niet gewoon uit aan liggen? Ja, of dat Messi van haar. Oh, wacht even. Dit is gewoon hetzelfde kamer. Hetzelfde huis, alleen we lopen nu rondje, kijk. Oh, hè? Hier heb je die trap weer, zeg maar, naar beneden. Ja, maar daar kunnen we niet meer vanaf, die is kapot. Nee. Dus we moeten hier gewoon... Ja. En dan naar links. En helemaal aan het einde, daar is die trap weer. Dat wijd is weg, hè? Die is weg. Die is gone. En die bel kunnen hier, we pakken. Die X is er wel. Nu in één keer wel. Dat voelt wel ietsjes beter. Zo, hier lag er weer een medkit. Voor de zekerheid. Ja. Nee, ik denk dat je gewoon daar echt naar beneden moet. Okay. Ik denk dat je niet naar beneden moet.
Nee, dan moeten we echt in die kamers ergens wat vinden. Godverdomme. Ik ben ook zo bang, hè. En het is ook zo stil ook gewoon, joh. Niet even een vrolijk muziekje of iets. Nou, denk hier links, maar... Ja, dat is weer oh nee, dat is deze kamer, ja. Oh, hier, wacht, ga eens terug. Hier naar rechts. Ja, ik zeg nou ook iets. Oh, heerlijk. Nee, we moeten zo'n dingetje vinden. Met een... Ja, die moeten ertussen poppen. 1F, 2F, 3F. Wat ja, en de sters. Eentje met sters. Oh, hier links op ding. Die moeten we vinden dus ergens. Ja, ja. Misschien ergens in zo'n laadje of iets, weet je wel. Okay. We beginnen het al een beetje door te krijgen. Ik denk dan wel aan die grote kamer. Ja, moet wel. Maar daar ben ik dus bang voor, dat in één keer die man daar niks staat. En daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, of dat wijf weer, hè? Want die is weg. Maar kijk, hier gaan we weer naar de uitgang. Maar dit is die keuken, weet je wel. Ze ligt ja. In de koeling. Daar hebben we nu nog niet ingekeken. Er zou ook wel weer iets goors in liggen. Niet in de koeling. Eén en nog goor. Hij zal toch niet buiten liggen of zo ergens of? Nee, dat lijkt me sterk. Oh, hier laadjes. Oh, hier, kijk, twee laadjes. Die gaan open. Heb je een sleutel voor nodig? Oh, heb je sleutel voor nodig? Oh, ik zag dan, kijk zo'n kind, zie je dat? Daar rechts. Oh, dat kind gaat ook nog daar komen. Daar heb ik echt geen zin in, hè. Die horrorkinderen, joh. Wat een kutspel. Of deze keer openmaak, die kast. Ah, daar zit die in, 100%. Kan toch niet anders. Of er zit dat kind in. Kijk. Hoppa. En rennen. Oh! Niks rennen. Was dat een schaduw of was dat daar echt? Nee, dat was zij echt. Ze is toch weg daar? Kan niet anders. Maar dit is het spel ook een beetje. Je moet af en toe een beetje sneaken. Ja, een beetje kloot. Je moet beneden in dat ding moet je hem eerst droppen. Ja, dat lijkt me zo. Hier rechts is dat. Oh nee, nee. Sorry. Volgende rechts. Ja, dat wijf is daar 1000%. Ja. Wel heel toevallig dat ze dat ding vinden en dan haar zien. Ze is er niet, ze is er niet. En drop hem erin. Nee, ik zat ze achter je. En rennen. Trek je gewoon die sprint? Ja. Nee! Oh! Oh, ik schok, joh. Maar we hebben haar al doodgemaakt. Ze hebben zo'n kloot. Snee in de nek, joh. Ik zei het nog, de kopje moet eraf. It fucking hurts. Zo. Ah. Ik kan een schroef draaien, joh. Hoe ver gaat hij hem nog erin doen? Kettingzaag? Oh nee, geen kettingzagen, joh. Haal hem eruit! Oh! Mijn hand is er al. Dat fix je niet met de medkit, joh. Ja, die heb ik ook niet meer. Ik zou zeggen, gewoon naar boven gaan dan maar. Misschien is die Zoe daar, misschien wil ze ons wel echt helpen. Kijk die hand, joh. Ik zag die ook gewoon totaal niet waar die vandaan zou komen. Nee, ik misschien ga ze terug, ga ze terug. Misschien even opslaan, of niet? Anders moeten we dit allemaal opnieuw gaan doen. Kijk linksbovenin, hij is zijn hand opslaan. Nee, maar volgens mij moet je ze echt... Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Het was best wel een heftige aflevering, al zeg ik het zelf. Veel schrikmomenten. Heel veel adrenaline. Maar het is en blijft wel een hele mooie game. Nogmaals bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Doe het duimpje even omhoog. En klik dat belletje aan, zodat je erbij bent bij een volgende video in deze Halloween Horror Week. Groetjes.